Ik bedoel, maar heeft u nou iets nieuws gehoord? Er nou, zijn wel elementen die op zijn minst sterk onderst uh, onderstreept zijn. Laat ik het voorbeeld nemen van die, die informatieuitwisseling, uh, die vanaf het vroegste begin tot in het laatste eind veel beter uh, kan. Daar kunnen computers uh, bij helpen, maar je moet dat inderdaad ook willen uh, organiseren. Het tweede element wat ik uh, oppik, niet zwaar bediscussieerd is, maar doordat we computers uh, gebruiken en, en, en andere uh, ja, nieuwe technieken, lopen we een beetje naar de randen van het risico. Misschien hebben we het hier en daar wat te dun uh, ontworpen. Je moet ook durven zeggen, als opdrachtgever en opdrachtnemer. Beste mensen, uh, we moeten misschien ietsje minder risico uh, nemen. Kost wellicht uh, iets meer, we hebben misschien iets meer tijd nodig, maar, maar doe dat uh, ook. Wordt namelijk uiteindelijk ook gebruikt door, door mensen die, die kunnen ook weer eens een keer fouten uh, maken. Dus dat is mijn tweede opmerking. Mijn derde opmerking is misschien uh, niet zozeer uit dit gesprek, maar uit eerdere gesprekken. We hebben een aantal van dit type bijeenkomsten. Aan de opleidingskant gewoon de inhoudelijke kennis. Uh, is, is toch uh, matig bij uh, uh, verschillende partijen. Daar hebben we een gezamenlijk uh, belang uh, bij. Uh, vierde opmerking die ik uh, heb meegenomen is dat uh, ja, als je in ieder geval maar iemand aanwijst, hè, die, 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 die vraag nog eens even terug op het formulier, dat lost op zich het punt niet op, maar het dwingt je wel om afspraken uh, te maken. Het zit, volgende waarneming die ik hier doe, geloof ik niet zozeer in allerlei extra regels, maar ze wel. Naleven. Dat geldt zowel aan de voorkant. Dus als het gaat om de opdrachtformulering, maar ook aan uh, de hele uitvoering. Je ziet in allerlei sectoren, daar kunnen wij ook van leren. Dat de risicobeheersing, je kunt er een aantal risico's omschrijven. En je kunt partijen aanwijzen en je kunt certificeren. Maar het gaat er ook om dat je die risico's beheerst en beheert. Daar zijn ook uh, ervaringen en nogmaals in andere sectoren, maar ook in de eigen uh, sector uh, mee. En tenslotte. Um, ik geloof wel dat het uh, goed is om de ervaringen die we nu hebben opgedaan, ik zei het al, maar ik herhaal het nog eens een keer, dat we die niet alleen registreren, maar dat we die ook in een soort gezamenlijke handleiding met elkaar uh, neerleggen en dan wat mij betreft over een paar jaar nog eens een keer nader uh, bezien. Blijkt ook wel dat het niet een kwestie is van het is of de overheid het, of het is uh, bieden ook van de particulieren. Er is duidelijk behoefte aan, dat dus is gewoon eerlijk gezegd, daar worden uh, fouten uh, gemaakt, er is duidelijk behoefte aan een nadere, ik noem het dan nou maar even leidraad, hoe je het het beste ook noemen uh, wil, dus denk ik verstandig dat we met mevrouw Dekker dat ook nader specificeren. En uh, we zijn graag beschikbaar om in dat maatschappelijk debat dan ook met nadere aanbevelingen te komen. Onrie BNA, andere partijen werken daar ook aan. En dat gaat, me denkt, ongeveer langs deze lijnen. Dus dan, voelt u dat, dat gevoel van urgentie van, van de plaat, vanuit de politiek, misschien ook vanuit From? dat je niet al te lang moet wachten om nou uh, aan de slag te gaan. Nee, maar het is er absoluut. Hè. Er is absoluut sinds die, die, die laatste voorvallen en er ook op eenvolging uh, van een aantal van die zaken... Uh, heel veel gesproken in de sector, gewoon ook door de mensen die met, met de constructies uh, bezig zijn. En de komen dus de thema's uh, die hier ook zijn neergelegd uit uh, naar voren. Dat leidt ook tot nadere uh, aanbevelingen. Dat is wat ons betreft dus niet een kwestie van dat jaren vooruit uh, schuiven. En je moet het ook bij willen uh, houden. Dat zie ik zelf ook in andere uh, sectoren. Overal gaat wel eens een keer wat fout, omdat het overal complexer uh, wordt. En je moet jezelf dus dwingen om te registreren en te leren van die fouten. En daar hebben wij comité's uh, voor met elkaar. Waar echt de vakmensen, dat wordt onderstreep ik als slotwoord, het gaat om een inhoudelijke uh, beoordeling, een inhoudelijke controle uh, van elkaar. Uh, al die processen zijn allemaal prachtig, maar uiteindelijk doet u ook wat u zegt dat u zult doen.